Nou, we hebben dus zojuist 3 kartjes meegenomen. Het is een andere geworden, een babykartje dan gepland. Die zouden we eigenlijk een ander kartje meenemen, maar dat was pas over 2 weken. Dus we moesten er nog eventjes op wachten. En toen kwam deze vrij. Zei ze, nou, die kan je ook meenemen. Nou, ze gaan alweer. Dat is ook niet gezellig, hè? Jeetje. Gaan we weer weg? Vincent en Hannah en de kinderen. Dat is niet gezellig. Dag! Joe! Daar gaan ze weer. Ze waren de 2 dagen. Wel jammer voor jou, Ver. Had je leuke speelkameraadjes. Mm-hmm. Nou ja, ze komen hopelijk snel weer terug. Ja, wat heb je daar nou weer? Dit zat in de brievenbus. Hoe kan dat? Hij is gewoon heel hard zitten drukken, denk ik. Hoe kan dit in deze brievenbus gestopt worden door de postbode? Kan dat? Hoe kan dat dan? Nou, als je open... Nee, dat kan toch niet? Het is echt heel raar. Misschien hebben ze een sleutel van elke brievenbus. Ja. Die gekke Frans. Ze hebben allemaal dezelfde sleutel, hè? Echt? Nee, joh. We hebben wel, iedereen in Frankrijk heeft dezelfde brievenbus. Dus waarschijnlijk zijn niet zo heel veel sleutels. Zie je, zelfs de Franse overheid probeert iedereen te controleren. Misschien zitten er nog meer in inmiddels. Nee. Matjes. Bizar. Maar kijk, het is er gewoon net. Geplukt. Een enorme courgette weer. En ik heb lekker veel slapen er hier aan het plukken. Nou, gezellig eten vanavond. En hier nog extra rucola. Voordat alle stakjes is opeten. Ik doe het hier gewoon lekker zo in. Of met als lunch. Kan natuurlijk ook. Een beetje sla. Nou, wat een overvloed. Kijk je. Wij zijn, het is een beetje donker ineens. Wij zijn in Kirre, want we gaan naar de onderwijsdienst. Diederik moet namelijk gaan beslissen welke richting hij gaat kiezen voor opleiding, voor lycée opleiding, laat maar zeggen. En We gaan eerst naar de kermis. Er is ook kermis hier. En waar is het eigenlijk? Het is hier onderdoor, denk ik. Hier moeten wij onderdoor. Dat is eigenlijk heel goed nieuws. Maar Diederik, het andere goede nieuws is dat Diederik pas in september hoeft te starten met school. Dus hij is al heel erg... heeft al heel erg lang vakantie. En hij heeft nu nog langer vakantie. Hé, Diederik? Wat? Vind je niet leuk dat je nog langer vakantie hebt? En ik had wel ook weer niet, maar niet heel vaak. Alles heeft 2 kanten. Goed, we gaan eens even kijken welke richting je op gaat hier. We komen uit de deur van de onderwijsdienst en staan we opeens weer in de kermis. Hoe ging het? Vertel eens even, wat is de samenvatting? Ik heb echt geen idee. Jij weet het voor niet. Voor mij is er niks gebeurd. Het ging beter dan vorige keer. Ja. Want, maar ik begreep er net zo weinig van. Maar dat ligt ook niet alleen maar aan mijn Frans. Maar het ging. Hij is ingeschreven. Eerste keus, tweede keus, derde keus. Je hebt zelfs nog keus hier voor het lycée. En wij moeten nu afwachten wat de inspecteur gaat zeggen voor de eerste, tweede of derde keus. En dan moeten we ons alsnog zelf inschrijven daar. Oh, echt? Ja. Oh, dat niet eens begint. Daar heb ik nog even gevraagd. Wat dus, doet zij dan in godsnaam? Nou, zij maakt notulen voor de inspecteur. En de inspecteur gaat ons wel een brief sturen met de uitslag. Ik zei, we hebben nog nooit een brief ontvangen. Die komt nooit, dat zeggen ze altijd. Nee, we hebben nog nooit... Maar ze heeft nu het mailadres weer opgeschreven. Wellicht lukt. Oké, fijn. Maar in ieder geval proberen we jou op een school in Aubusson te krijgen. En die is het dichtstbij. Dus dat zou het fijnst zijn. Maar het is gewoon heel goed. Je mag gewoon door naar het lycée. En dat is precies volgens schema. Ja, precies wat we wilden. Dus dat is heel goed. Nou, op weg naar huis. Maar weer. Er ligt hier een dode vis op het aanrecht.
En we weten wel dat Veenand net gevist heeft. Maar hij nu, is de verdachte. Maar nu heeft hij bijles. Daar buiten. Qu'est-ce que c'est avec les poissons morts là-bas? Il y a un poisson dans notre bassin. Poquetti. Poquetti, ah. Très bien. Oké. Okay. Hij was toch al dood. Hij was toch al dood, oké. Ja, heel slim, heel handig. Hij is doodgeboren. Dan denkt hij, tenminste, dan ja, kan je hem weer teruggooien in het water, maar ja, dan kan je maar beter meenemen voor Kitty. Hè? Begrijp ik helemaal. Nou, eens even kijken, want we gaan eens door het houthok. Door de houthok. Iets voor pas. Dat was zo goed bezig, die zijn barbecuen. En we hebben zelf een vuurtje geïmproviseerd. Want we hadden hier een barbecue staan, daar. En toen waren we hier een vuurtje aan het voorbereiden. Want weet je, als je gewoon houtskool wil, kan je het beste gewoon ongeveer anderhalf uur van tevoren een vuurtje aansteken. En op een gegeven moment is het gewoon houtskool en dan kan je daar gewoon op braaien. Hè Bas? Yep. En toen dachten we van nou, dan kunnen we net zo goed het rooster van de barbecue boven het vuurtje leggen op twee, wat zijn dat, cellenbetonblokken? Nou, het is niet echt cellenbeton, hoor. Het is gewoon echt beton. Ja, het is echt beton, hè? Het is echt beton. Want anders zou het niet goed gaan misschien. Er zitten wel cellen in, maar dit was wel een zwaar blok. Maar die liggen daar gewoon in de border. Ja, hebben we gewoon gepakt. Echt? Ja. Ja. Hebben we gepakt. Liggen er nog meer, hè? Maar de twee is genoeg eerst. Nu hebben we een lekker barbecue'tje. Is het de eerste keer? Nee, het is de tweede keer in Frankrijk. Ja, we hebben onze eigen barbecue in Nederland ook nog. Dat is de eerste keer hier. Yep. Kijk eens. Ah, grazie. Lekker. Grazie. We zijn een mooie avondwandeling aan het maken. Het is mooi, hè? Ja. Dat is super mooi. Wauw. Heb je een mooie foto gemaakt? Heel mooi. Eventjes met de barbecue eraf lopen. Helemaal kleerlucht. Ja, je loopt gewoon langs ons bos. Dat is gewoon ons bos. Ik ga een foto maken. Ja, kijk eens. Geen wolkje aan de lucht. Hoeveel graden wordt het morgen? Geen idee, 28 of zo. 28. Maar, ik weet niet wanneer dat is. Woensdag of zo, volgende week, wordt het 36 graden. Jezus. Of 38. 36. 36 graden, man. Dan gaan we echt helemaal niks doen die dag. Dan. Nee. We gaan in het zwembad liggen. Nee. Nou, wat gaan wij doen, Ferdinand? Wij gaan lekker botjes grinden voor de planten. Ja, ik doe even dit lampje uit, want het lampje lijkt heel erg te knipperen. Maar het valt niet echt wel mee. Ja. Nou, en wat dat hebben we van een TikTok-filmpje, hè? Mm-hmm. En dan kan je namelijk de bord... We hebben gisteren lekker kippetjes gegeten en spare ribs. En dat hebben we nu allemaal gekookt en in de oven gedaan, die bordjes. En dus lekker schoongemaakt. En nu gaan we ze grinden, malen, want dan kunnen ze later... vermengd met water voor de plantjes worden gebruikt als extra voeding. Nou, hoe leuk is dat? Nou, ga maar malen. Doe mijn oren dicht. Laat zien hoe dat er dan uitziet. Nou, het moet nog iets fijner. Ja, maar... nog iets fijner. En dan als het tot poeder is, hè, eigenlijk. Mm-hmm. Kijk, en ondertussen heb ik al een handcremetje gemaakt. Twee potjes met lekkere handcreme. Want hier in de tuin werken is wel best pittig voor je handen. En ik ben ook nog eventjes wat dingetjes aan het uitkopen. Wat flesjes. Want ik heb mijn tinctuurtjes. Mijn jasmijn tinctuur is nu klaar om gezeefd te worden. En ook mijn kleefkruid tinctuur. Dus dat ga ik zo zeven en in flesjes doen. Ja, we gaan de poesjes ophalen. Ja. We gaan twee poesjes ophalen. Eén zwarte, langharige, met die helemaal half kaal geschoren is, omdat die helemaal in de klit zat. En zo'n moederpoes. En wat ging er nog meer ophalen? Een witte poes met vlekjes die heel lief was. Die bij ons in de auto wou springen. Ja. Dus die hebben we ook uitgekozen. En die gaan we nu ophalen. En dat kleintje, ja, dat moet nog even wachten. Die kunnen we nu nog niet ophalen. Die gaan we een andere keer ophalen. Daar zijn we weer. Ja. Zullen we kijken of ze katjes voor ons hebben gevangen? Oh,
Oh, ze hebben bezoekers. Ja. Of een auto erbij. Even kijken waar die poesjes zijn die we op gaan halen. Heb je de kooi mee, Ver? Ja. Hartstikke goed. Ja. En het tuigje. Leuk. Hé, hey, de kippen zijn nu voor. Die waren er vorige keer ook al voor. Oké. Okay. Leuk. Dit is een dolle boel. De grootste herrieskoppers zijn hier naar buiten, geloof ik. Laat maar, er zijn minder. You want to look at these? Say. Yeah. Oh, just give them to Annabelle. Oh, it's so cute. Look at this one. Hello. Hi. We gaan jullie mami meenemen. Ja, maar niet, het is niet, eigenlijk niet jullie mami, maar jouw mami en jouw mami. Oh, wat zielig. Je gaat met ons mee, papi. Je gaat met ons mee. Hey, wat ga je doen? Ga je dit pakken? Ga je spelen? Spelen. Oh, god, je oogjes zien er ook zo zielig uit. Je gaat in mijn mond klimmen. Ja. En jij gaat met ons mee, papi. Ja. Je gaat met ons mee. Je krijgt lange, lekker mooie lange haartjes. Krijg jij, die heb je eigenlijk. En deze gaat ook met ons mee. Gaat met ons mee. Hoe heet je ook alweer? Zullen we jou zelf een naam geven? Hoi, sweetie. Nou. Wat heb ik de bedoeling hier? Oh, die is ook schattig. Nou, ga, denk ik. Nou, we hebben dus zojuist 3 kartjes meegenomen. Het is een andere geworden, een babykartje dan gepland. Die zouden we eigenlijk een ander kartje meenemen, maar dat was pas over 2 weken. Dus we moesten nog eventjes op wachten. En toen kwam deze vrij. Ze zei, nou, die kan je ook meenemen. Dus hebben we die meegenomen. Maar ik wilde nog eventjes dit bordje laten zien. Dat is de Darwin Animal Rescue Center. En zij doen echt zoveel goed werk. Zij vangen dus allerlei soorten dieren op. Paarden, geiten, kippen, varkens, honden, katten. En ze doen het eigenlijk alleen maar omdat ze het zelf allemaal heel zielig vinden voor de beestjes die hier slecht behandeld worden en gedumpt worden. Ze vragen ook helemaal geen adoption fees, geld voor adoptie. Alleen maar een bijdrage, een donatie als je dat wil of kan geven. Dus dat is echt zo met liefde gedaan. Dus wij gaan nu in de auto met 3 katten, waarvan 1 er los is. Dus dat wordt een leuke uitdaging. Daar gaan we. Gaat het goed daar? Okay. Is het allemaal goed met die kittens, katjes? Ja. Nou, we gaan. Zit je lekker? Zit je lekker, poesje? Struimel onderaan. Ze moet wel even binnen aan zo. Misschien heeft ze wel nog nooit in de auto gezeten. Oh, dan komt ze meestal. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat weet ik nog. Oh, ik heb voor je... met Calais heb ik dat en met Betty. Allebei. Ja? Allebei mijn schoon gekotst. Stink jij zo? Stink jij zo, poes? Nee, is die kitten. We noemen hem zo meteen derrière, omdat hij zo altijd poept. Ja, of kaka. En die zit enorm te poepen achterin. Volgens mij heeft hij enorm diarree achterin de hoe heet het ook alweer? In de bark. Dus het stinkt echt heel erg. We hebben de raamsel op een keertje gezet. Het is echt heel vies. Ja, we moeten nog 13 minuten. Het is nog 13 minuten. In de kaka-lucht zit hier. We hebben inmiddels alle ramen wagenwijd opengezet. Want de kat heeft, de grote moederpoes heeft overgegeven. De diarree, zeg maar, ruiken we. Allerlei soorten diarree. We ruiken eieren. Rotte eieren ruiken. Nee, gevulde eitjes. Oh, gevulde eitjes ruiken we. Het is echt heel vies. Dus we zijn nog, we moeten nog 7 minuten. We zijn er bijna.
Ben jij dat schatje naar binnen? Pippi Pratt voor Poetsmeur. Die wordt echt zo cute. Cutie Poetie. Oh, Chile. Oh, deze is echt... Ver, hoe gaat het? Oh, ik ga echt dood. Ben je maar vergast? Oh my god. Oh, godje, de dieren. Is het helemaal hier? Och, poppetje toch. Ah, zielig voor die beestjes. Oh, even snel eruit voordat het in de auto loopt. Nou, hier, pak jij die maar. Oh, hallo, kijk nou eens. Niet naar de details kijken, maar... No. Oh, het schat. Oh, jullie gaan jullie even lekker een beetje in een sokje zitten of zo. Ja. Stoor ik u op het toilet? Op het toilet? Stoor ik u? Ze lagen net allebei een mandje daarachter. Oh. Waar is je oma dan? Op de trap. Oh. Even kijken waar die is. Nee, ach schatje. Wat is je dan? Mis je die kindjes? Oh, lievertje toch. Oh, ze mist haar kindjes een beetje. Ja, je hebt ook nog een traanoogje. Het is wel een beetje zielig. Wij zijn nu op weg naar Velletè, want wij gaan de buurvrouw, die heeft een huis in Velletè die ze gaat verkopen. Ze hebben twee huizen, eentje bij ons en eentje in Velletè. En het is haar ouderlijk huis en die gaat ze verkopen. En dinsdag komt de fotograaf en ze was helemaal in paniek, want alles moest opgeruimd worden. En, want anders werden de foto's niet mooi. En toen hoorde Bas dat, die zei, ja, Marieke, die is gewoon interieurstudiste, dus die kan dat gewoon voor jou doen. Dus dat gaan we nu doen. We gaan met z'n tweeën. Kijk, en we hebben een auto vol. Een auto vol met spullen meegenomen, met kussentjes, een pleet, een vaas en bloemen, zelfs een schilderij. En dan gaan we eens even kijken of we daar een mooi huisje van kunnen maken voor de foto. Ik ben heel benieuwd, want ik heb nog nooit een Frans huis gestyled. En, ja, het is natuurlijk heel anders dan een Nederlands huis. We gaan het zien. Oké, we zijn er bijna. Heel schattig hier hoor. Oh. Oh, wat komt dat hooi aan? Zo, dat is een grote baal, zo achter op een auto. Ja, nog een auto. Dan zie je opeens wel heel groot. Dat is groot. Hey, hoe zie je? Kijk, dit is het uitzicht. Voilà, kijk, hoe prachtig. Ah, Juska. Echt heel mooi uitzicht. Een grondje. Hmm. Wat zie je eigenlijk die zaal voor de groei? Gaat de verkoop in. Want ze hebben twee huizen. En één is wel genoeg voor op die leeftijd. Kijk, leuk hoor. Dat zet nog even wat meer filmen. Oké, het is een hele uitdaging om deze ruimte een mooie ruimte van te maken. Want het staat helemaal vol met meubels. Maar ik ga mijn best doen. We hebben de keuken en de... woonkamer al een beetje aangepakt, maar het is heel veel werk. Nou, ik heb mijn best gedaan. Nu heb ik alles klaar en dan zie ik dat zij een kleedje op de tafel heeft gelegd. Dus dat kleedje, dat moet weer van de tafel af. Maar dat kwam omdat zij dacht dat we hier lekker een aperitiefje gingen drinken. En dat gaan we natuurlijk niet doen, want we gaan lekker buiten zitten. Dus ik ga deze even snel zien opvouwen. Ik ben veel te bang dat ze dit vergeet. En dan zit dat straks op de foto. Ik weet niet of ik het hier ergens in kan proppen. Een van die kastjes, huppatee. Kijk, en dat is echt wel super leuk, want... Kijk, Bas zit daar lekker te borrelen. We gaan nu, het is nu 7 uur. We hebben net hard gewerkt. En we gaan nu lekker even borrelen. Kijk. Magnifiek, hè? Dit is het geworden. Nou, gaan we nog even naar boven kijken. Even kijken, waar het dit uit? We gaan nu weer lampjes hier. Lampjes aan. Het is echt een hele verbouwing geweest. In die zin, niet alle kamers zijn heel erg veranderd. Soms ja, was het gewoon eigenlijk... vrij simpel en kon ik ook niet te veel doen, zoals deze kamer. Maar goed, dat is oké.
En je hebt hier iets in de gang neergezet. Hier heb ik dus de kinderkamer helemaal. Allerlei dingen weggehaald. Lege ruimte. En oh, dat schilderijtje moet ook nog weg, zie ik. Huppatee. En hier de leuke dingetjes neergezet. Er zijn kasten weggehaald, matrassen versleept. De badkamer ziet er nu weer een beetje netter uit. Oké, dan gaan we kijken hier. Dit is een kamer. Dit was een vriendenkamer. En een allerbeste vrienden sliepen hier heel vaak. Maar die zijn toen overleden. En sindsdien wilden ze hier eigenlijk niet meer komen. En was het ook een beetje een soort van, ja, saaie kamer geworden. Nou, met een paar kleine veranderingen. En er staan nu nog niet eens die leuke lampjes aan, want het ziet er ook zo leuk uit. Maar goed, dat doe ik nu even niet. Is het al een stuk beter? Er staat nog een kast, die moet eigenlijk weg. Maar goed, dat hebben we al zoveel versleept. En ze zijn nu wel moe. Wij zijn eigenlijk allemaal wel moe. Dus we hebben besloten om dat maar niet te doen. Nou, dan gaan we eventjes hier naar deze kamer. Dit was een soort van opslagruimte. Hier stonden alleen maar kasten, tafels, matrassen, naaimachines. Stond hier allemaal in. En dat is nu helemaal. We hebben twee matrassen op elkaar gelegd. Leuk ranvelaartje eroverheen. Ik ga er nog een lamp neerzetten in de hoek om een beetje licht te creëren. Oh, ik zie dat ze alweer wat dicht heeft gedaan. Ja, het is eigenlijk niet de bedoeling. Maar goed, dat wil ze misschien voor nu. En dus het ziet er alweer een stuk beter uit. Nou, dus we hebben echt wel heel veel werk verricht. En nu zijn we toe aan een borreltje. Oh ja, dan was ik nog even de woonkamer vergeten. Ja, weet je. Het is natuurlijk een beetje een andere stijl dan wij gewend zijn. En het stond allemaal. Het was wat somber. En ik ga er nog, denk ik, even een lamp neerzetten, ook hier. Misschien een kleed. En voor de rest hebben we in de keuken het een en ander opgeruimd. Ja, het is zo. Ik zie dat er iets verplaatst is. Zeep. Zeep mag hier niet staan. Kijk hoe mooi. Kijk eens. Een uitzicht heb je, hè. Als je hier rond moet kijken. Het is allemaal. En daar staat een hele mooie. Oh, dat zie je niet. Zo, zo. Oh, we mogen eens even zitten. Er staat een hele mooie kerk. Oh, dat kan je net niet zien. Oh, dat kan je net niet zien. Nee. Dat is een ander moment. En dit is de. Nou ja, goed, dit moet. Dit kan nog wel. Nou, het ziet er goed, goed genoeg uit. De badkamer. Helemaal opgeruimd. Zo, dat was het. En nu ga ik lekker een borreltje drinken.